zijn liefhebbers, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Ja, en alle vakanties zijn afgelopen. He, alle zomervakanties van de kinderen. Iedereen is weer lekker aan de gang. Ja, en ik ben ook weer terug van vakantie. En ik hoop dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad en ervan genoten hebben. En je hoeft echt niet heel ver weg om het leuk te hebben. Hè? Als je een dagje gewoon lekker thuis kunt zijn zonder verplichtingen, is natuurlijk ook al super leuk. Om van het mooie weer en een dagje vrij te genieten, zeg ik maar. Maar ja, zoals jullie weten, waarschijnlijk ben ik verre weg geweest. Helemaal naar Australië. Ja, bij dan heb ik hier ook nog de klembonen. Nou, super. En die doet het ook wat nog goed. Wat een mooi land. Echt heb geweldig. Alweer een heel flink keeksel van afgeplukt gehad. Maar anders zou dus ik er hangen er op dit moment niet zoveel aan. Kijken. Het en die is, hebben we al lekker opgegeten. Natuur. Er staat hier wat ik langs. Heel mooi vond. Gaan we naar de ja, je had er weilanden met runderen, met schapen. Kijk, en daar zitten ook alweer mooi aan, dus die doet het ook nog goed. En er komen nog bloemen. Wijnvelden, even kijken. Sinaasappelvelden, dus er komen ook nog weer, echt nieuwe boomgaren vol. Met dus die kan ik ook alweer afplukken. Ja, sinaasappels, mandarijnen. Hele mooie. Ja, citroen, dus die gaat ook voortreffelijk. Ja, op blij andere mee. Plekken. Ja, wijnveld zei ik net al. Wijngaarden hadden ze daar ook verschillende en echt uitgestrekt. Maar je had dan ook weer ineens echt bos. Was er ook echt heel mooi. Gewoon een eucalyptusbos. En dan denk je van, die eucalyptus, dat ken je dan van bloemstukken die je bij de bloemist koopt. En daar zie je ze gewoon zo in het wild groeien. Heel bijzonder was dat. Ja, en natuurlijk ook stukken woestijn. Dat je echt gewoon echt, ja, echt wat je dan altijd op televisie ziet. Van dat rood zand, helemaal dor. Hè, en dat je bijna niks ziet groeien. Nou, ook geweldig. Ja, en wat ik dan ook nog echt heel mooi vond en bijzonder, is dat je dan, dan denk je van, ja, wat hoor ik toch allemaal aan fluiten. En dan zie je gewoon papegaaien die je hier alleen in de dierentuin ziet, die zie je daar gewoon in het wild, zie je die rondvliegen. Gewoon in de vrije natuur. Ja, en net als kangoeroes hadden we gezien en wombat, hagedissen. Ja, wat hebben we allemaal nog niet meer gezien. We hebben echt verschillende dieren ook allemaal gezien. Ja, echt heel mooi. Heel bijzonder was het. Ja, echt een hele mooie reis. Ja, het, net wat ik zeg, het is dat het zo lang vliegen is. Dat is me dan wel een beetje tegengevallen. Ja, en vooral ook, we hadden de heenweg, hadden we wat last van turbulentie. Ja, en daar ben ik niet zo'n held in, want ik werd vroeger al in de draaimolen. Met de kinderen werd ik al ziek, dus ik kan daar gewoon helemaal niet tegen. Maar goed, met een paar reispilletjes wil het dan toch wel weer een beetje helpen. Maar ja, dat stilzitten, hè? Dat stilzitten. Oh, het was echt een lange vlucht. Dat was het zeker. Maar meer dan de moeite waard. En dan is het natuurlijk weer leuk om hier aan de slag te gaan. En weer lekker in de tuin bezig te kunnen zijn. Want Oost-West, thuis best natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Toch, denk ik. Ja. Ik vond het toch ook mooi om mijn dochter te zien. Daar sowieso. Maar... En het ging thuis ook mooi door. Dus ik was echt blij dat mijn andere dochter zich ontfermde over de moestuin. En dus verschillende dingen geoogst heeft. En in de diepvries ingemaakt. En uitgedeeld dat de familie, vrienden, bekenden er nog van konden genieten van alle oogst. Want ja, het is toch jammer om het zomaar te laten en er niks mee te doen natuurlijk. Ja, en dan hoop ik dat jullie eigenlijk ook een hele mooie vakantie hebben gehad en ervan genoten hebben. Ik in ieder geval weg. Wel, moet ik zeggen, niet weg, want ik was weg, maar ik ben weer terug.
heel fijn om weer terug te zijn. En we gaan eens even kijken in de moestuin hoe dat het er allemaal bij staat. Kijk, achteraan heb ik, daar waren de dahlia's niet uitgekomen en daar had ik nog sperziebonen gezaaid. Kijk, en daar hangen nu nog volle bonen aan, dus die moet ik weer gaan plukken. En dit is één dahlia plant die het wel doet. En hier nog eentje. Kijk, en hier heb ik nog meer sperziebonen, stambonen. Kijk, en daar zitten ook een mooi aantal bonen weer aan. Nou, echt blij mee, want ik vind het altijd zo lekker, verse bonen. Veel lekkerder als, ja, als uit het diepvries of uit een potje, blikje. Wat kun je al niet bedenken waar een boontje in zit. Ja, en ik vries natuurlijk ook altijd nog sperziebonen en snijbonen in. Dat vind ik dan toch nog het lekkerste dan buiten. Vroeger deed mijn moeder ze altijd wekken. En ja, dat kan natuurlijk ook, maar dat vind ik toch zelf minder lekker dan een boon uit de diepvries. En ja, zoals gezegd, tegen een verse boon kan gewoon niets tegenop. Maar ja, vers in de winter, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dus ik vind diepvriezen een goed alternatief. Ja, en dan heb ik hier ook nog de klimbonen. En die doet het ook nog goed. En dan heb ik alweer een heel flink kooksel van afgeplukt gehad. Ja, dus er hangen er op dit moment niet zoveel aan. En die hebben we al lekker opgegeten. Dan staat hier langs, gaan we naar de snijbonen. Kijk, en daar zitten ook alweer mooie aan. Dus die doet het ook nog goed. En er komen nog bloemen. Even kijken, dus er komen ook nog weer nieuwe bonen aan. Dus die kan ik ook alweer afplukken. Kijk, hele mooie. Dus die gaat ook voortreffelijk. Blij mee. En dan heeft mijn dochter hier nog radijsjes gezaaid. En die beginnen ook goed te groeien. En die kunnen jullie natuurlijk ook nog steeds zaaien, radijsjes. Dat kan nog gemakkelijk. Ja, en dan heeft hier de goudse bloem zichzelf uitgezaaid. Zoals jullie zien. Dus er komen hier nog allemaal nieuwe grote bloemen aan. Dus die laat ik mooi staan. Hoop ik dat ik daar nog een bloemetje van kan snijden voor in de vaas. Ja, en dan staan daar de aardappels langs. Ja, loof is natuurlijk allemaal weg, maar die rooi ik tussendoor. Kijk, maar dan heb ik hier nog droge bloemetjes staan. Dan moet ik even kijken dat ik het juiste moment, dan kan ik ze wel afknippen en drogen. Dan hebben we van de winter ook nog een leuk bloemetje in de vaas. Kijk, en nou heeft mijn dochter heel goed haar best gedaan, want hier lag allemaal stro en er waren tarwekorrels uitgevallen hier in het aardbeienveld. Nou, en de tarwe stond wel zo hoog en ik had geen tijd meer om het allemaal er tussenuit te halen, tussen de aardbeien. En dat heeft mijn dochter gedaan. Nou, super. Hartstikke blij mee. Maar ik moet alweer aan de gang, want ik zie hier tussen de aardbeienplanten, kijk, daar komt alweer onkruid tussendoor, dus dat moet er dan ook weer nodig tussenuit. Ja, hebben we hier nog een paar bonenplanten en die doen het ook. Dan heb ik hier nog wat prei staan, die moet nog wat groter groeien. Dan heb ik daarachter, ja, dan staat hier knolselderij. En dan heb ik hier achter, even kijken, als het goed is, is dit koolraap. Of knolraap, maar daar zitten nog geen knollen aan. Die moeten nog komen. Maar goed, het zijn flinke bladeren al wel van de plant. Dus ik hoop dat er dan ook mooie knollen nog gaan komen en zich gaan ontwikkelen. Kijk, en ook hier groeit alweer het onkruid alle kanten in.
Dus dan moet er ook nog tussenuit. Ja, dan staan er hier nog wat eieren. Kijk, en appels vallen uit de boom en ik raap die zoveel mogelijk op. Maar ik merk wel dat ze ook al aangeeten zijn, zo gauw ze uit de boom vallen. Maar hier heb ik nog eieren liggen, die liggen nog wat te drogen. Kijk, en hier zitten er nog wel in, oeps. Maar die hoop ik dat ze nog een beetje groter groeien. Kijk, ja, ik laat zo'n appels, die vallen uit de boom, die laat ik dan maar liggen. Want er hebben al beestjes aan gezeten en dan kunnen ze ze verder zelf opeten natuurlijk. Ja, en dan heb ik hier nog wortels. En die staan er ook nog mooi bij. Nou, mijn courgetteplant die ik gekocht had, die doet het ook goed. Die is mooi hier om die paal heen aan het groeien. Maar ik heb er, zoals jullie zien, wel mooie courgetten in. Dus daar ben ik wel blij om, want anders had ik helemaal niets gehad. Ik ben toch blij dat ik deze plant gekocht gehad heb. En dan staan hier de tomaten. Nou, en die doen het ook boven verwachting goed. Kijk eens, wat een mooie tros. Super, super blij mee. Ik hoop dat ze nog allemaal goed afrijpen. Ik heb er al flink wat weg kunnen plukken. Kijk, en deze zijn ook alweer rijp om te plukken. Nou, echt blij mee. Kijk, en als ze dan... dit is de... Ik even nadenken, dat was de Moneymaker. En dit is de Brutus. En ik had ze eigenlijk, ja, dit is dan wel best een grote, maar ik laat hem nog langer hangen, dat hij echt mooi rood kleurt. Dan hebben ze toch veel meer smaak, zijn ze echt intenser, dat vind ik eigenlijk fijner. Kijk, deze ook, dat is echt wel een mooie. Maar ik had verwacht dat die eigenlijk nog iets groter zouden worden, maar ik ben hier al super blij mee. En jullie weten hoe je een tomaat plukt? Voor degenen die het niet weten, kijk hier heb je een tomaat en dan zie je dat hier zo een knikje, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, hier zit zo een knikje in het steeltje en als je daar tomaat goed rijp is, kijk, dan doe je het buitje dat bij het knikje een beetje om en dan gaat de tomaat er zo van af en dan heb je mooi het kroontje eraan en dan is die ook langer houdbaar. Maar ja, hij is prima. Maar ik had hem anders nog net iets roder laten worden. Maar je kunt hem al lekker opeten. Niks mis mee. Kijk, want dan heb ik hier langs die Brutus staan ook nog kleine tomaatjes, snoeptomaatjes. En die doen het ook helemaal goed. Daar hebben we er ook nog heel veel aan hangen. Kijk, en hier heb ik nog meer Brutus. En ik hoop dat die nog de tijd krijgen om goed af te rijpen. Want die zijn toch wel hele mooie exemplaren. Al zeg ik het zelf. Nou, ik... kijk, dit is wel een beetje een groter formaat. Zoals ik in gedachten had van een tomaat die Brutus heet. Nou, echt... hartstikke blij mee. Ja, en de planten die blijven eigenlijk maar doorgroeien, maar ik denk dat ik eens moet beginnen met toppen, zodat de energie naar de laatste tomaten gaat om af te rijpen, in plek van dat de plant steeds groter groeit. De tomatillo's die doen het ook goed. Er zitten al mooie bloemetjes in. En ik heb al, kijk hier hangt er eentje. Al verschillende geplukt gehad en dan moet het buitenste moet dan een beetje, kijk nou, dus deze die is nog groen, die is nog niet rijp genoeg, die moet nog een beetje verder kleuren, dus ja, het lampionnetje zal ik zeggen, die moet een beetje bruin worden en dan is de tomaat van binnen ook goed om te eten. En ze zijn een beetje fris zuur, smaken ze. Een beetje net als ja, tomaat, citroen. Citroentomaat, ja. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar
Ik vind het wel een lekkere, bijzondere smaak. Een frisje erbij. Maar goed, het is wel een plant om in de gaten te houden. Dat je niet te veel op de grond laat vallen van deze. Want het gaat helemaal woekeren. Het kunnen flinke struiken worden als je er niet op bedacht bent. En hier langs hebben we een komkommer. Maar die begint aardig terug te lopen. Die heeft zijn beste tijd voor het gehad. Zoals jullie zien. De aubergines die doen het ook. Kijk hier. Die hangen er ook mooi bij. En daarachter de Afrikaantjes ook. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Hier hebben we pas nog van geplukt. Hier zit er geen meer in. Maar hier zit dan nog wel in. Hier komen ook nog bloemen. Kijk, en hieronder hangen ook nog aubergines. Er zijn mini aubergines. Dus ook mooi. Ja, de rucola die staat mooi in bloei. Die is een beetje doorgeschoten. Maar goed, kunnen we kijken of dat we het zaad op kunnen vangen voor volgend jaar. Dan hebben we hier nog, heb ik nog knolselderij. De pak zooi. En die kun je ook nog steeds zaaien. Trouwens, sla kun je op dit moment ook nog steeds zaaien. Kijk, alleen ja, hier hebben heel veel slakken ook in gezeten. En zoals jullie zien, zitten er nog in. En daar worden we allemaal dit jaar niet zo vrolijk van. Maar goed, deze krop is nog best goed. Dus die oogst ik gewoon. En dan kloppen we de slakken eruit. En dan kunnen we die echt nog wel eten. Ja, deze is wat minder. Ja, dat schiet niet echt op. Ja, en hier kunnen we nog zaad van de goudsbloem oogsten. Die goed droog is. En dan hebben we hier nog rode kool staan. En de koolrabi is ook even kijken, maar die is denk ik te ver. Kijk, die is een beetje aan het verhouten, dus dan is die niet meer zo heel lekker. Maar dan moeten we even kijken nog. En dan hebben we nog witte kool. Hebben we ook nog. En de boerenkool, die staat hier achter de pakzooi. Kijk, die gaat op zich ook mooi. Ja, ik ben er super blij mee hoe de moestuin er nu bij ligt. We hebben al veel geoogst, zeker mijn dochter ook al. Dus ik ben er zeer content mee. En we gaan nog even door met de oogsten, want er groeit nog van alles en volop. Dus ja, helemaal mooi. En dan hoop ik dat bij jullie ook zo is en dat jullie ook heel veel kunnen oogsten. Ja, en het is ondertussen september. En wat kun je dan nog zaaien? Net zoals ik zei, je kunt nog verschillende slasoorten zaaien. Je kunt nog radijsjes zaaien. Pakzooi kun je nog zaaien. Koolrap kun je zaaien. Spinazie, maar dan moet je wel zorgen dat je de spinazie voor de herfst en de winterteelt hebt. Ja, voor de najaarsteelt, want de voorjaarsteelt, dat lukt niet. Die schiet allemaal door, dus daar heb je niks aan. Ja, en je zou ook al tuinbonen en erwten kunnen zaaien en verschillende kolen, mocht je die willen laten overwinteren en vroeg in het voorjaar al kunnen oogsten, is dat ook nog een optie. En knoflook komt er ook aan, maar daar zou ik nog even met wachten, want het is nog best warm en anders heb je dadelijk van die hele lange stengels al en dan gaan ze al knakken en hangen en dan groeit de knoflook niet zo, omdat het eigenlijk nog best redelijk warm is. Daar zou ik nog mee wachten tot eind september, begin oktober, om die te poten. Als je daar interesse in hebt. Ja, en dan hebben we weer een mooi rondje gedaan door de moestuin. En weer van alles bekeken. Dus dan zijn we weer helemaal bij en op de hoogte. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer. De groenten!